We hebben hier 4 pastelkleuren. En zo onder de indruk dat dit gewoon kan. Heb je 10 verschillende producten. Dat kost maar €1,99. Hey, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op het YouTube kanaal van Action. Mijn naam is Sabrina en ik heb vandaag een back to school shop vlog. Ik ben heel erg excited voor deze video, want ieder jaar kijk ik weer uit naar de back to school collectie van Action. Nu is het wel middenzomer. Ik denk dat iedereen wel aan het genieten is van de vakantie en misschien nog niet aan school wil denken. Maar ik vind het altijd wel leuk om nieuwe spullen in te slaan voor het nieuwe schooljaar. Al is het voor mij niet nodig, want ik ben net afgestudeerd, dus voor mij zit school er niet meer in. Maar dat betekent niet dat ik geen back to school artikelen kan kopen, want alle items die ik heb gekocht vind ik stuk voor stuk leuk, zijn allemaal stuk voor stuk hartstikke bruikbaar. Ik ben heel erg excited om mijn nieuwste aankopen met je te delen. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eerst aan je vragen of je een duimpje omhoog kan doen en kan abonneren op dit YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En ja, laten we maar snel gaan beginnen met de back to school items. Mijn eerste aankoop, of nou ja, mijn eerste 2 aankopen, want ik kon geen keuze maken, zijn deze etuis in een groene kleur. Ik heb de laatste tijd een kleine obsessie met groen. Ik heb ook iets groenigs aan. Dus ik heb deze etui met een beetje een velvetstofje en een transparante etui. Ik kon geen keuze maken, vandaar dat ik ze allebei heb gehaald. De transparante is €1,49 en deze is €1,99. Dan heb ik kafpapier gehaald. En ik vind kafpapier best wel multifunctioneel. Je kan je boeken ermee kaften, logisch. Maar je kan het ook gebruiken als cadeaupapier. Dus mocht je kafpapier over hebben, gooi het niet weg. Maar gebruik het voor iets anders, om iets anders leuks in te pakken. Dus ik heb deze rol met allemaal leuke gouden bladeren. Dus dat vind ik echt super leuk eruit zien. En een rol kafpapier kost €0,79. Dan was ik zo enthousiast toen ik dit zag. En ik kan me nog herinneren, toen ik op de middelbare school zat, dat is echt heel lang geleden, toen wilde ik altijd Sharpies halen. Maar je kon ze toen die tijd nergens in Nederland vinden. Alleen ergens online. Dus ik ben heel excited dat de Action dit nu verkoopt. We hebben hier 4 kleuren. Blauw, groen, oranje en roze. Het lijkt me ook leuk als ze zwarte Sharpies gaan verkopen. Who knows, in de toekomst. Ik vind deze stiften zo ontzettend fijn. Dus ik ben blij met deze nieuwe aanwinst. En dit kost €1,49. Ik heb een lichtelijke obsessie met opbergspullen. Dus ik ben heel erg blij dat ik dit heb gevonden. Dit is namelijk een documentenfolder met 6 verschillende vakken. En hier kan je, zoals de naam al zegt, documenten in opbergen. Of foto's of belangrijke papieren. Dan is alles zo georganiseerd en dan kan je je belangrijke papieren makkelijk terugvinden. En hij is nog eens leuk. En deze kost €2,99. Naast opbergmateriaal heb ik ook een lichtelijke obsessie voor leuke pennen. Dus ik heb 2 van deze balpennen gehaald. In het paars en in het mintgroen. En ze hebben aan de bovenkant een soort van balletje. Ik weet niet, ik vond het er heel erg leuk uitzien. Waarom zou je pennen kopen als je ook leuke pennen kan kopen? En deze pen kost €0,89 per stuk. Dan weer een obsessie van mij. Het houdt niet op. Oké, een back to school shop vlog is niet compleet zonder schriften, notitieboeken. Ja, hier kun je ook niet genoeg van hebben. Ik probeer eigenlijk ook zoveel mogelijk digitaal te doen. Maar toch vind ik het fijn om af en toe dingen op te schrijven helemaal tijdens mijn schoolperiode. Ja, je kan alles wel typen, alles op je computer doen. Maar helemaal met leren, je onthoudt dingen veel beter wanneer je het opschrijft. Dus dan kun je niet genoeg papier hebben. En als je papier koopt, zorg er dan voor dat het leuk is. Dus ik heb 4 verschillende notebooks. Voorheen kocht ik wel van die platte schriften. Maar ik weet niet wat het is. Maar ik vind ringbanden zoveel fijner werken. Het slaat makkelijker om. De pagina blijft dan makkelijker, zeg maar, liggen. Dus ik heb hier verschillende. Eentje A4. Ook weer met het bladpatroon. En wat ik zo handig aan deze vind, is dat het verschillende tabbladen heeft aan de achterkant. En deze tabbladen kun je dan uithalen en ergens tussen stoppen. En deze kost €2,39. En dan hebben we deze. Ook al past het niet helemaal in mijn thema, ik vind het wel super leuk. Leuk luipaardprintje. Met roze met gouden details. En deze kost €2,49. En wat ik zo handig aan deze vind, is dat het ook een soort van tabbladen heeft, maar dan met een vakje
papiertje. Dus je kan eventueel papiertjes, notities, extra notities daar ook nog in toevoegen. Dit is ook een super fijn formaatje. Ook heerlijk om mee te nemen in je schooltas. En dan heb ik ook nog een ander boekje wat ook hetzelfde formaat heeft. Alleen dan met een marble print. Super nice. Ja, ik hou echt van marble. Dat ten eerste. En A5 formaat notitieboekjes vind ik heel ideaal. Het neemt niet enorm veel ruimte in beslag. Maar je kan er zoveel in kwijt. De inhoud hiervan is niet zo bijzonder vergeleken met de andere. Dan had het nog leuke tabbladen. Maar dit is ook gewoon lekker simpel. Niks mis mee. Dus ik ben heel erg blij met deze. Dit heeft dan een harde kaft. En deze heeft een zachte kaft. Het gaat er meer om, ja, waar je voorkeur naar uitgaat. Ik vind een harde kaft. De een was 1,49 en de ander was 2,49. Ik kan het even niet van mijn bonnetje onderscheiden. Dat is een nadeel als je meerdere notitieboekjes haalt. Dan moet je echt uitspitten welke prijs bij wat hoort. Want ik heb namelijk nog een notitieboek. Ik denk dat deze 2,49 is. I don't know. Maar ja, doet er niet toe. Maar hier hebben we dus mijn laatste notitieboek. En wat ik zo leuk aan deze vond is dat je heel subtiel, je ziet het bijna niet, maar hier staat heel lichtjes You Got This. Dus dat vind ik heel erg leuk eraan. En hij is lekker zacht. En wat ik zo handig aan deze vindt, is dat je de bladzijdes er eventueel af kan scheuren. Kijk, hier heb je een soort van inhammetje. Dus heel erg handig. Dus ik ben ook blij met deze aankoop. Oké, dat waren de notitieboeken. We hebben nog wel een ander boekje, namelijk een agenda. Een agenda is ook zeker onmisbaar. Super handig als je wilt weten hoe je week eruit ziet, wat je planning is, wat je deadlines zijn, wat voor toetsen je hebt, wat je moet doen in een week. Ik vind het heerlijk. En vroeger maakte ik altijd gebruik van agenda. Nu nog steeds. Maar nu voornamelijk een digitale agenda. Maar soms vind ik het wel prettig om het af te wisselen. Want ja, als je dit zo openlegt, heb je gelijk een overzicht van de hele week. En deze kost 1,49 euro. Dan heb ik highlighters. We hebben hier 4 pastelkleuren en 4, ja, laten we zeggen, normale kleuren. En de reden waarom ik deze heb gekocht is voornamelijk voor de pastelkleuren. Kleurtjes, want die vind ik veel leuker. Maar highlighters komen altijd van pas. Helemaal als je aan het leren bent, als je dingen wilt onderstrepen, highlighten. En dit pakje kost 1,29 euro. Dan heb ik nog meer pennen, maar dan fineliners. En fineliners vind ik zo fijn om bijvoorbeeld notities te maken, helemaal als ik fineliners heb in verschillende kleuren, want dan vallen je notities beter op. Dus ik wissel het altijd af met highlighters en fineliners. En dit pakje fineliners kost 3,99 euro. Zijn we nog niet klaar met de pennen? Nee, we hebben hier uitwisbare pennen. Dat vind ik heel erg interessant. Want ja, hoe vaak komt het wel niet voor dat je iets opschrijft, maar dat je eigenlijk een foutje maakt. Dus dit is echt een uitvinding. En dit kostte maar 94 cent. En dan heb je 3 pennen in het zwart, in het blauw en in het rood. Zullen we het gelijk uitproberen? Oh my god, het werkt gewoon. Kijk dit. Ik ben zo onder de indruk dat dit gewoon kan. Ik wil nu gewoon alleen maar dingen opschrijven en dan weggeven. Oké, ik ben niet normaal excited. Koop deze uitwisselbare pennen. Super handig. Dan hebben we hier een stationery set. Dus mocht je geen zin hebben om alles individueel te kopen, dan koop je dit. Want in dit setje heb je 10 verschillende producten. Het kost maar 1,99 euro. En dan heb je een geodriehoek, een puntenslijper, een highlighter. Oeh, een passer. Oh my god. Brings me back to the old days. Pennen. Een liniaal. Een gum en een potlood. Nou, dit is ideaal. Het eind van mijn shoplog komt in zicht. Ik heb nog een aantal dingetjes. Ik heb deze lijmroller. Dit is niet per se heel erg back to school, maar wel kantoorartikel gericht. En ik koop dit altijd bij de Action. Voornamelijk om dingetjes op te plakken, of course. Voor mijn fotoboek, bepaalde notities. Maar ik vind het zo handig, want ik haat lijm. Ik heb echt een groot hekel aan lijm. Dus dit vind ik ook een uitvinding. En de lijmroller kost 98 cent. Dan heb ik nog van die klemmetjes die ik super handig vind voor als je een samenvatting hebt gemaakt, dat je dingen bij elkaar wilt bundelen, als je bepaalde papieren niet kwijt wil raken. Ook een must voor school, voor werk, voor het leven in het algemeen. En deze paperclips zijn 79 cent. En dan heb ik nog een puntenslijper, al zit er al een puntenslijper in mijn stationery kit. Maar dit vind ik wel heel erg handig. Dit is een 4-in-1 puntenslijper met verschillende groottes, want er komt al eens voor dat je, ja, potloden hebt in verschillende diktes. En deze puntenslijper kost
65 cent. Om nog even terug te komen naar mijn opbergobsessie, heb ik nog een opbergdoosje. Dus een archiefdoos waar je ook belangrijke papieren onder andere in kunt opbergen of andere dingen. Maar ik vond de kleur heel erg leuk. Heel natural. Volgens mij is het een beetje beige, grijs. En een handig formaatje. Het is niet al te groot. Ik had al eerder zo'n archiefdoos bij de Action gehaald. Maar dan in A4 formaat. Helemaal fan van. En dit kost €1,99. En last but not least, misschien hetgeen mijn allergrootste must is tijdens mijn back to school periode, wat echt niet kan ontbreken. Of nou ja, alles wat ik heb laten zien vind ik een must eigenlijk in mijn beleving. Maar dit, ja, dit is echt het. Namelijk een waterfles. Want ik kan echt niet zonder een waterfles. Ik heb 24/7 dorst. Ik wil altijd water bij de hand hebben. Of ook voor het geval dat. Dus ik heb een nieuwe waterfles gekocht. Even kijken wat ik prijs hiervan was. €3,29. Het is van roestvrij staal. En als het goed is, houdt het je water ook een beetje koud. Dus dat is heel erg fijn. Dus ik ben blij met deze aankoop. Ik ga deze sowieso binnenkort al gelijk gebruiken. Of het nou voor school is of niet. Ja, dat was dan de video. Laat vooral hieronder in de reacties weten wat jouw favoriete item uit deze shopblog was. Zijn er dingen die je zelf ook gaat halen? En waar ik ook benieuwd naar ben, is of jij nog naar school gaat. Studeer jij? Zit je op de middelbare? Zit je op de basisschool? Ga je een nieuwe opleiding beginnen? Laat vooral hieronder in de reacties achter. En misschien vind je het net zoals ik gewoon leuk om back to school artikelen te kopen zonder dat je nog naar school gaat. Dat kan natuurlijk ook. Ik wil je hartstikke bedanken voor het kijken. Geef vooral de video een like als je dat nog niet hebt gedaan. En abonneer ook op het YouTube kanaal van Action als je dat nog niet hebt gedaan. Want dan ben je op de hoogte van alle nieuwe video's. En ja, nogmaals bedankt voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!